De wet biedt daar heel weinig mogelijkheden voor. Maar één ding is wel zo, dat op het moment dat het proefverlof op een, tot aanleiding zou geven tot ernstige maatschappelijke onrust, of de heer Van der Gee zich niet houdt aan de gemaakte afspraken, die horen bij dat proefverlof, dat er ook wat mij betreft dan wel reden is om eens te kijken of dat de mogelijkheid is om tot uitstel of eventueel afstel van de voorwaardelijke invrijstelling te komen. Wat zou de reden zijn om Van der Graaf te laten zitten waar hij zit? Nou, de enige mogelijkheid is dat gevaar voor herhaling is, omdat hij niet wil meewerken aan het programma. Welk programma? Nou, als mensen de gevangenis verlaten, dan komen ze in een programma waarin ze begeleid worden. Nou, dat wil hij niet. Dus ik denk dat heel veel mensen in Nederland het nog liever een levenslange straf hadden gezien. Maar in ieder geval dat hij geen proefverlof zou krijgen. En dat dat nou wel gebeurd is, is natuurlijk iets heel raars. En nogmaals, ik denk dat we zo snel mogelijk moeten kijken hoe we dat uit de wereld kunnen krijgen.